Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het oké, het zonnetje schijnt, de terrassen zijn dicht, het is ijskoud, het is eigenlijk verschrikkelijk. Maar er komen goede tijden aan, zoals er altijd na de regen zonneschijn komt. Onthoud dat, voordat je depressief bent, net als ik. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Ik ben benieuwd. Jullie ook? Laten we eens kijken. Snoepjes. En niet zomaar snoepjes. Russische snoepjes. Nou, dit zijn... God, ja, weet ik veel. Die Russen die zetten ook... Oh, is dat wel Engels op? Granberry. Hier. Granberry... schuimpjes. En dit zijn. Ja, weet ik veel. Er staat bab, bab, bab. Bab, bab. En dit zijn. Ik weet het niet, want ik kan het allemaal niet lezen. Die Russen die. Ja, die zetten er maar wat op. Maar dit zijn, denk ik, stokjes. Van koek. Met chocola eromheen. En vanille erin. Het probleem is van Russische spulletjes. Alles wat ik tot nu toe heb geproefd, was niet helemaal mijn smaak. To say the least. Snoepgoed ben ik ook niet zo goed in. Dus, ik weet niet hoor, het wordt een beetje lastiger. Ik begin met die gezellige Russische, wat is het? Cranberry schuimpjes. Nou, het stinkt, Oh, dat zijn er twee op elkaar, joh. Ik vind het nogal flinke jongens, als ik heel eerlijk ben. Ik dacht even dat die los hoorden, maar het is er één dus. Dus je moet dit, zo'n hele roze Russische bal in je bakkers douwen. Het voelt zacht aan, ook niet als schuim. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Ik ga gewoon proeven. Als ik dood neerval, dan moet u even een brief naar Poetin schrijven. Ik heb nog nooit zoiets vies in mijn mond gehad. Zelfs de zuurstrumming was lekker vergeleken bij dit. Wat is dit, joh? Het komt ook niet eens in de buurt van de structuur van snoep. Of van schuim. Het is een soort... Kijk maar. Het is een soort stopverf. Je kan er gewoon... Hier... Je kan gewoon een balletje van kneden. Het ruikt ook niet naar snoep. Als je het eet. Het smaakt naar iets. Cranberry haal ik er niet echt uit. Het is ook zoet. Maar de structuur. Dat kan gewoon niet. Dit kan je toch niet aan iemand geven, joh. Of is de houdbaarheidsdatum al een jaar of 30 gepasseerd? Nee, dit is ook nog goed. Moet nou even kijken. Moet even kijken wat een enorme kogel. Dit geef je dan aan iemand, hier. En dan zeg je smakelijk eten. Daar hapt hij erin. Hè? En dan heeft hij dus een brok roze stopverf in zijn waffel. Waar eigenlijk niet doorheen te kauwen valt. En op het moment dat je dus wel er kleine stukjes van hebt gegeten of gevouwen, dan komt dit dus in je maag. Ja. Nu. Ik denk dat je gewoon 3 weken niet naar de wc kan als je dit doorslikt. Maar slaat dit nou toch op? Ik wil niet al het Russische eten afzeiken, maar tot nu toe kan er gewoon eigenlijk alleen maar hele smerige dingen uit dat land. Dit zou ik, mijn ergste vijand niet geven, maar ik denk dat ik dit mijn ergste vijand wel zou geven. Zodat hij hierin stikt. Ik denk niet dat de meeste mensen dit normaal kunnen doorslikken. En al helemaal niet verteren.
was bijna een gat in de tafel. Nou, dat heb ik wel gehad. De volgende, kijk. Wat kan hier nou mis mee gaan? Zit gewoon verpakt in een eigen hoesje. Dus die zijn niet verrot of te oud. Kijk. Nou wordt ook in. Land in zicht! Niet? Het is een chocoladepijpje van Koek. Met vanilleprut erin. Kijk. Jullie verwachten dat ik nu ga zeuren over de chocola, over de koekie en over die witte crème. Dat doe ik dus niet, want het is heerlijk. Het is echt serieus heel erg lekker. Chocola is lekker, koek is lekker en die witte butter is lekker. Die Russen die denken, nou onze markt is groot genoeg, dus laat ze het maar uitzoeken met die andere talen. Maar het is gewoon lekker. Tijd voor de cijfertjes. De chocoladestokjes met koek en vanillieroom. Die lust ik gewoon. Ik heb er net eentje opgegeten met veel plezier. Normaal alles met snoep en met suiker neem ik een hapje en dan moet ik al bijna overgeven. Dit was heerlijk. Ik ga deze ook houden. Wat ik niet ga houden is dit. Dit gaat zo... Nou, ik denk dat je het bij het chemisch afval moet inleveren. Het is ongekend wat een smerige meuk dit is. Het is ongekend dat je dit nou, aan kinderen moet geven. Het is, kom op hé, dit kan echt niet. Het is geen koek, het is geen schuim. Het is, ja, gezegd stopverf. Ik denk dat hier menig rus al in is gestikt. Ik kan hier alleen een 2 voor geven en dat is eigenlijk nog te hoog. Het is schandalig. Het is een schandalig product. Die Russen zouden zich dood moeten schamen voor dit soort snoepgoed. Wat een bende. Maar deze Russische stokjes, ik krijg van oma Jan een 8. Want ik zal je wat vertellen. Ik weet niet hoe ze heten. Je kan ze ook niet bestellen, want ik weet niet hoe ze heet. Maar de Russische chocoladestokjes, die krijgen van mij een 8. Want die zijn waanzinnig lekker. Die zijn heerlijk en smaakvol. En goed gemaakt. En ook nog een keer normaal ingepakt. Zodat je er niet... eentje opeet en dat de rest oud en vies wordt. Het is gewoon een goed product. Een 8 voor een Russisch product. Dat is ook een unicum. Nou, in ieder geval, deze gaat de kast in. Deze gaat de vullenbak in. En ome Jan die gaat terras op. Ah nee, die zijn nog steeds dicht.